11e van de 11e is niet alleen de start van het carnavalseizoen, maar ook de soldaat Maarten, die de helft van zijn mantel gaf aan een bedelaar en na een droom verder wilde leven als christen. Invulling van dit feest verschilt van streek tot streek. Kindertjes lopen onder de begeleiding van huis tot huis om van de bewoner een snoepje te ontvangen. Kom maar, gaan we deze kant op. Zijn in de lijst, hoor. Komen de auto's aan, jongens? Goed kijken, links en rechts. Kunnen we? Kunnen we? Ja. Nou, daar gaan we. De 11e van de 11e, en dat betekent voor de peuterlijsters en alles wat in de kinderopvang zit, heel veel werk. Bente, jij bent een van die harde werkers. Jullie zijn met een heel gezelschap op pad gegaan. Voordat je op pad gaat, moet er heel wat gebeuren. Jazeker, alles wordt in elkaar geknutseld, liedjes zingen en de kinderen voorbereiden om wat snoepjes krijgen of lekker iets gezond, een mandarijntje bijvoorbeeld. Wordt daar nog op geselecteerd of is het alles is welkom? Bij ons is wel alles welkom. In deze tijd van Sinten is het natuurlijk sowieso een drukke tijd, want direct komt die man met de baard. Zijn jullie daar ook al druk mee bezig? Ja, zeker. We zijn al bezig met de pietenmutsen voor de inkomst die zaterdag komt, dat Sinterklaas weer in het land komt. Dus daar zijn de kinderen al druk mee bezig. En ook alweer met de liedjes en de schoentjes in elkaar zetten, dat de kindjes binnenkort de schoentjes op de groep kunnen zetten. Okay. En deze dag is gapen. De kleine meid staat al te gapen. Dus het wordt tijd om weer te gaan wandelen. Op naar het volgende adres. Jullie moeten de hele streek door. Nou, valt mee. We wachten op één huis en dan zijn we helemaal klaar. Gaan we nog een keer zingen? Sinten, Sinten, Maarten. De koeien hebben zwaarten. De vijfjes hebben rokjes. Allemaal snoepjes? Daar komt Sinten en Maarten aan. Kom maar snoepje halen, jongens. We zijn al op en door. Romee, ga maar een snoepje pakken. Ga maar kijken. Kom maar. Dan mag je hem geven aan juf Valerie. Ga maar kijken. Ja, ga maar halen. Ga maar, Julietta. Dat is lief. Van Joey. Ja, pak maar. Lief, hè? Ga dit domino spelen. Kom maar, Romee. Kom maar. Hoe stel?